Heel erg dank u dat u mij vandaag wil zien, meneer BMW'ers, meneer burgemeester. We zitten in Den Haan op het moment, hè? Ja. Bewust 12, een grote partij. De partij hier in Den Haan heb ik gezien op het internet. Ja, dat klopt. Verkiezingen? De verkiezingen hebben wij gewonnen in 2012 met dus 14 zetels op de 23. Ja, dat is een ruime meerderheid zou ik zeggen. Hè. De klemtonen van uw beleid, op wat lag dit, als ik vragen mag? Vooral dus op lokale economie, toerisme, maar ook bijvoorbeeld naar kansarmoede. Beetje de sociale huisvesting, dat is ook belangrijk voor ons. Okay. Ja, maar als ik eerst een paar cijfers mag noemen. In februari 2014 waren daar volgens de DIV, de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen, waren er in België bij meer dan 46.000 zwerfauto's, want dat is eigenlijk de term die wij courant nogal gebruiken, ingeschreven. En als we dan kijken naar caravans bijvoorbeeld, dan waren dat er 45.000. Dus met andere woorden, er zijn meer, ja, ik ben er ook van geschrokken om eerlijk te zijn, er zijn meer zwerfauto's ingeschreven bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen dan caravans. Kijken we naar Nederland, dan zien we cijfers van 90.000 zwerfauto's ingeschreven. Kijken we naar Europa, dan is de schatting, want dat is natuurlijk moeilijk om dit correct te stellen, ongeveer 2,5 miljoen. Nochtans zijn er om zeggens geen faciliteiten. Dat klopt ook. We zien het elke keer weer als we met die mensen praten. Geen faciliteiten voor zwerfauto's. En zeker niet aan de kust. En op dit ogenblik geen enkele in de Haan. Ik heb het dan wel over kampeerautoterreinen. Ja. Zoals het gedefinieerd wordt in het Vlaams. Logiesdecreet. Dus geen campings als zodanig. Ik vroeg me af, is dat een bewust beleid ook in de Haan, volgens u? Maar ik denk dat wij daar tot op heden nog niet bij stilgestaan hebben, dat er zoveel zwerfauto's zijn die naar ons land komen, of zelfs mensen die een eigenaar zijn van zo'n zwerfauto. Ja. Vandaag weten we dat bepaalde campings dat wel voorzien. Ja. We hebben er een stuk of vier die dat voorzien. Klopt. Maar zelf hebben we daar nog niet bij stilgestaan. Want ik heb onlangs een aantal interviews en enquêtes gedaan bij zwerfautobezitters, Belgen, Nederlanders, Fransen, Duitsers. En twee zaken komen elke keer weer naar voren. Kampers worden soms in zwerfauto's genoemd, hè? Ja. Is de bedoeling dat jullie, gaan jullie bijvoorbeeld lange tijd op een plaats gaan staan, zeg maar een week of zoiets? Of is werkelijk de bedoeling om ook 24 uur of 48 uur ergens naartoe te gaan? En nee, wij zijn trekkers. Wij trekken. Dus jullie staan ook 24 of 48 uur en dan rijden we weer verder? Dan rijden wij weer verder. Ja. Wij doen eigenlijk een beperkt aantal kilometers of uren rijden. Ja. En als het mooi is, stoppen wij. Hebben wij op de middag aanwezig, doen wij wandeling, eventueel boodschappen, is er een leuk restaurantje, gaan we uit eten s'avonds. En dan de dag nadien, of hooguit de dag daarnadien, gaan wij weer naar een volgende locatie. Ja. Dus wij zijn behoorlijk mobiel. Ja. Dit zijn zwerfauto's, hè? Want ze worden nogal eens dikwijls kampeerauto's genoemd, maar eigenlijk wordt er niet gekampeerd, is aan een zwerfauto. De meeste van hen gaan ergens 24 uur, 48 uur gaan staan. Hè? Verder zijn die mensen graag bereid om 10 tot 12 euro te betalen. En zoals u weet, op campings kan dat nog, vooral in het seizoen ook, makkelijk oplopen. Hè? Gaat je soms op een camping gaan staan? Heel sporadisch. En waarom minder op een camping? Ten eerste is dat prijs, betaalt er behoorlijk veel geld voor en wij zijn zelf bedrijven. Dus dan gaan jullie bijvoorbeeld op plaatsen gaan staan waar je de 30, 35, 40 euro moet betalen? Nee. Dat is niet de bedoeling. Dan ga je op hotel. Dan kun je in een hotel gaan. Dan kun je in een hotel gaan. Dus 10, 15 euro, dat is dan een vaatbaan? Dat is de maximum. Dat is gewoonlijk wat je in Frankrijk ook zo wat betaalt, dacht ik. Hè? Nee, in Frankrijk betaalde niks. Als we kijken naar Frankrijk bijvoorbeeld en Duitsland, daar zijn letterlijk en figuurlijk duizenden kamperterreinen, ik mag het wel zo noemen, zwerfautoterreinen, waar om zeg eens gratis of voor een luttel bedrag, 2, 4 euro, soms is 10 euro, waar je elektriciteit kunt nemen, waar je water kunt nemen, waar je je tankjes afvalwater kunt enzovoort. Terwijl, als ik naar de kuststeden kijk, bijna alle kuststeden, op één uitzondering, laten geen overnachting toe. Dus je kunt niet gaan staan ergens. Er is geen faciliteiten, maar je kunt ook nergens gaan staan en dan overnachten. Hè. En ik had mij afgevraagd of het logiesdecreet daar misschien iets kan aan doen. Hè. De verandering aan het logiesdecreet. Dat zou zeker voor ons een meerwaarde zijn, voor onze gemeente De Haan. Ja. Daar ben ik overtuigd van. Ja. Met andere woorden, het makkelijker maken voor de middenstand bijvoorbeeld. Wij kunnen een paar plaatsen voor zwerfauto's voorzien. Ja. Een minimum aan faciliteiten, bijvoorbeeld een vuilbak.
Ja. Zou voor de meesten al voldoende zijn. Is daar elektriciteit? Zou natuurlijk handig zijn. Maar het is niet nodig. Hebben jullie de indruk dat er in België genoeg faciliteiten zijn voor campers? Nee. Nee. Waarom zeg je dit? Wel dat er geen genoeg plaatsen zijn. En ook niet gaande accommodatie. Ja. Dat is niets. Cijfers weer, als ik mag. 40% van zwerfautobezitters die rijden rond buiten het seizoen. Heel veel van hen zijn 55-plussers. Ja. Heel veel van hen zonder kinderen ook. Hè. Ja. Ik veronderstel toch dat, zeker buiten het seizoen, dat die meerwaarde zouden kunnen betekenen voor de middenstand. Of zie ik dat verkeerd? Ja, dat is terecht. Ik denk dat dat zeer terecht is. Mensen die op pensioen zijn of die weekendjes weggaan zonder de kinderen. En ze komen hier in onze gemeente, gaan toch ergens een restaurantbezoekje of gaan een winkel gaan bezoeken. Of gaan iets nuttigs in het dierom. Dat zou zeker een meerwaarde zijn. Ja, ja. Wat doen wij als we dus opkomen? Wij stoppen dus op de grote parking. S'morgens gaan we ontbijten. Ja. In het restaurant, hè? Ja, ah, natuurlijk. Maar voor het middags, rond de middag gaan we eten. S'avonds gaan we eten. Als we niet zien, restaurant, gaan we eten. Dan gaan we eten. En als het mooi is, stoppen wij. Ja. Hebben wij op de middag aanwezig, doen wij wandeling, eventueel boodschappen. Is er een leuk restaurantje, gaan we uit eten s'avonds. Ja. Ik krijg ook heel dikwijls te horen dat de stiefmoederlijke behandeling van een zwerfautotouristen veelal te herleiden is, dit is wat ik hoor, tot de campingsector die een monopoliepositie eigenlijk willen bestendigd zien. Mag ik daar uw mening over? Is dit iets wat je denkt dat klopt? Of ik heb daar persoonlijk geen ervaring mee als de campingsector in onze gemeente daar eigenlijk weigeracht tegenover zit. Ik weet het niet. Ja. Ja. Volgens mij is dat niet terecht, maar ik weet het eigenlijk niet. In onze gemeente als de campinghouders daar tegen zijn. Ik denk dat ze onterecht bezorgd zijn. Het is altijd hetzelfde. Het is een beetje concurrentie stimuleert ook. Als die camping dan iets meer aanbiedt dan dat wij aanbieden op het openbaar domein bijvoorbeeld. Dan is het dan de zwerfauto om de keuze te maken. Nemen ze dat het gemeentelijk terrein of nemen ze de camping? Ja. Ik denk dat alleen maar een meerwaarde kan zijn voor beiden. Het stimuleert elkaar om toch iets meer aan te bieden. Absoluut. We hebben hen daar nog nooit mee geconfronteerd, dus ik kan me daar niet over uitspreken. Ja. Misschien is handig zijn om om een keer op de tafel te zitten met die mensen. Ja. En eens te kijken in hoeverre zij daar inderdaad kunnen... Nu, ik vind ook, als wij iets aanbieden, zoals u zegt, het minimum elektriciteit, water, een vuilbak, eventuele aansluiting op de riolen. Op een camping hebben ze meer, dan kunnen ze inderdaad een keer douchen of hun was gaan doen. Dus als wij het elementaire aanbieden, dan is het aan de zwerfauto om de keuze te maken. Nu, de Vlaamse overheid, bij monden van de Cel Toerisme, die heeft indertijd een kampeer, autovriendelijk logies, ook zo'n logo ontworpen en dergelijke. Nu, op 24 februari waren daar 24 die dat logo hebben, die daaronder vallen. Terwijl de Vlaamse regering er tegen 2013 minstens 300 had verwacht. Oei. Dus dat loopt niet zo goed. Dat zijn die campings, Noël. Dat zijn campings, die kampeerterreinen, zo'n kampeerauto-vriendelijk. Ja. En ik gebruik eigenlijk niet graag het woord kampeerauto, omdat ze eigenlijk niet kamperen. We hebben het eerder over zwerfauto's. Zwerfauto's. Maar ze hebben het over kampeerauto-vriendelijke logies. Ja. En dan krijg je een speciaal logo en dergelijke. En wij zien dat dit weinig opgevolgd wordt, dat er weinig zijn die dit aanvragen. Wel, als we gaan kijken, 24 ten opzichte van de 300 verwachte, dan is dat inderdaad nogal weinig. Hè. Voor zover als wat u weet, heeft Den Haan daar enige plannen in dit verband? Tot op vandaag niet, maar naar aanleiding van uw komst ben ik zeker bereid om dat toch te stimuleren, om daar toch een keer een optie op te nemen, om eventueel in overleg met de camping uitbaters, goed dat zij dat zien zitten, en dat we toch als gemeentebestuur dan initiatieven nemen, want ik sta verwonderd van die cijfers. Hè. 30... Ja. Dat er 300 verwacht waren. Ja, klopt, ja. Ik denk dat wij een beetje achterhinken. Ja. Dat vergelijk met de cijfers in het buitenland. Dat is zo. Achterna hinken. Dat is inderdaad zo. Ik denk dat ze in Frankrijk en in Duitsland, dat ze ondertussen begrepen hebben, dat daar heel veel, en er komen ook heel veel van die zwerfauto's staan, buiten het seizoen. Ja, in Duitsland, langs de Moezel en dergelijke, daar is al een hele industrie. De middenstand heeft zich daar rond georganiseerd op dit ogenblik. Ja. Ik vind het lovenswaardig, hetgeen dat je kon voorstellen, want ik vind dat positief. Ik was daar niet van op de hoogte dat zoveel mensen met een zwerfauto eigenlijk
in Bali aanwezig. Ja, dat is fenomenaal hoor. Meer dan caravans, ja. Veel meer dan tenten. Heel veel met de vergrijzing natuurlijk. Ja. Wij zien elk jaar dit met 6% naar boven gaan. Dus ik vermoed dat dit nu rond de 48.000, 49.000 inschrijvingen is aan van kampeerauto's. Meneer de burgemeester, heel erg dank u voor uw tijd. Dank u wel, Noël. Bedankt voor uw komst en uw uiteenzetting. Graag. Dank u. Dank u wel.